verte, als we goed kijken tussen de huizen door, zien we een paar mensen in de achtertuin zitten van een huis in Israël. De mannen hebben het warm, want in Israël is het vaak erg warm. Ze zitten daar in een groepje en het is duidelijk dat ze allemaal naar één iemand kijken. In het midden zit een man te praten en dingen te vertellen. Die man, dat is de Heer Jezus. Hij vertelt de discipelen die om hem heen zitten allerlei dingen over het Koninkrijk van God. Maar als we nou nog beter kijken, dan zien we dat één man bedenkelijk kijkt. Heel diep nadenkt. En dan loopt hij naar de Heer Jezus toe. Heren, stel dat nou dat mijn buurvrouw of mijn buurman of mijn vriend of een vriendin, als die iets heel ergs aan mij zou doen, als die zou liegen, of als die vervelende praatjes over mij zou vertellen, Heere God, en hij zou het keer op keer doen. Hoe vaak zou ik hem dan moeten vergeven? De Heer Jezus keek naar Petrus. En hij zei, Petrus, je zou diegene niet 7 keer moeten vergeven. Petrus denkt bij zichzelf 7 keer. Niet 7 keer, zou het dan 6 keer zijn? Of 5 keer? Maar nee, luister maar wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, je moet iemand 70 keer vergeven. Dat is ontzettend vaak. En de Heer Jezus bedoelt daarmee dat je eigenlijk iemand altijd moet vergeven. Keer op keer op keer. En om zijn verhaal duidelijk te maken, vertelt de Heer Jezus een verhaal. Er was eens een koning in een land. En op een dag, die koning was heel erg rijk. Hij had veel bezit en heel veel inwoners en dienaars in zijn land. En op een dag dacht de koning bij zichzelf, ja, ik heb nu zoveel geld uitgeleend. Ik heb zoveel geld aan de mensen gegeven in het vertrouwen dat ze het weer terug zouden geven, maar bij sommige mensen is dat niet gebeurd. Deze weken ga ik ervoor zorgen dat alle mensen die schuld bij me hebben, bij mij langskomen. Dus wat de koning deed, was dat hij allemaal soldaten het land instuurde en mannen liet komen naar zijn paleis. Jong en oud en dik en dun, ze hadden allemaal geld geleend. De ene had 10 muntstukken geleend. De ander had er misschien wel 1000 geleend. Of misschien nog wel anders, had er misschien wel 10.000 geleend. En op een dag, terwijl de koning bezig was, zat hij op zijn troon. En telkens kwamen er mannen voorbij. En op een dag kwam er een man voorbij. En die had wel 10.000 muntstukken. Was hij schuldig aan de koning? Dat had hij van de koning geleend. En hij had het geld nog niet teruggegeven. En van 10.000 muntstukken zou je in deze tijd misschien wel bijvoorbeeld 3 huizen met een zwembad erbij kunnen kopen. Ontzettend veel geld is dat. En de koning hoorde dat die man dat 10.000 muntstukken had geleend. En hij dacht, erg, wat een hoop geld. Nee, dit vind ik niet goed. Wat zou er moeten gebeuren met die man? En de man die voor hem stond, die zoveel schuld had, om een beetje te trillen. En die werd bang, want hij dacht, oh nee, zoveel schuld, wat zou de koning wel niet met me doen? En de koning werd boos. En hij zei, jij, we zouden je gevangen moeten nemen. En we zouden jou en je vrouw en je kinderen allemaal gevangen moeten nemen, zodat je slaaf kon worden en je schuld kon afbetalen. En we zouden al je spullen moeten verkopen. Wat je gekocht hebt van al het geld van mij. Dat gaan we allemaal verkopen, zodat allemaal geld weer terugkomt. En de man, hij trilde nog steeds. En hij begon te huilen en te smeken. O koning, alstublieft, doe dat nou niet. O koning, u maakt mijn vrouw daar ongelukkig mee. En mijn kind en mij ook. En ik heb er spijt van dat ik het nog niet heb terugbetaald. En ik bent u alstublieft vergeven. De koning zag de man daar zo zitten. En toen besloot de koning om de man zijn schuld kwijt te schelden. Dus hij zei, oké, ik vergeef het je dat je dat niet hebt betaald. Maar je hoeft het ook niet meer te betalen.
ga naar huis. Je bent vrij van alle schulden. Je bent een vrij man. En de man was heel blij. En dacht, oh gelukkig. Nu ben ik vrij. En hij ging de poort uit. En hij kwam op het plein van het paleis. En daar zag hij een man staan die wel 10 kleine muntstukjes schuld bij hem had. En nou, van 10 kleine muntstukjes zou je misschien een fiets kunnen kopen in deze tijd. En hij ging naar die man toe. En zonder te onthouden wat hij net allemaal had meegemaakt bij de koning, greep hij de man bij de keel. En hij zei, jij bent mij wel 10 kleine muntstukjes schuldig. En hoe kun je nou zo zijn? En zorg dat het nog niet is terugbetaald. En ik zal zorgen dat je gevangen wordt genomen. En dat je het geld allemaal weer terug kan betalen. En de man die de schuld bij die andere man had, die werd in de gevangenis gegooid. En die moest net zo lang werken in de gevangenis totdat hij de schuld had afbetaald. En de dienaren op het hof die hadden staan kijken en gezien hoe die man bezig was geweest om zo die andere man bij de keel te grijpen. En ze gingen naar de koning en ze zeiden, heer, koning, die man die u net 10.000 muntstukken, grote muntstukken, zo'n berg met muntstukken heeft kwijt gescholden. Weet u wat hij net deed? Die ging naar een andere man toe die hem heel weinig schuldig was. En die greep hem bij de keel en heeft ervoor gezorgd dat hij in de gevangenis zit, zodat hij de schuld terug kan betalen. En de koning dacht bij zichzelf, ik heb hem zoveel muntstukken vrij gescholden. Ik heb zoveel muntstukken gezegd, je hoeft het niet meer te betalen. En dan zo'n klein bedrag. Wil hij dan wel dat het aan hem wordt betaald? Ongelooflijk. En dan liet de man bij zich komen en hij zei, jij hebt er niks van geleerd. Ik heb jou zoveel kwijt gescholden. En jij schuilt zo'n klein beetje nog niet kwijt. Jij gaat zelf de gevangenis in. En jij gaat zelf net zo lang werken totdat de schuld af is betaald. En zo gebeurde het. De man kwam in de gevangenis terecht. Hij had toen die grote schuld die eerst was kwijtgescholden, die moest hij toen alsnog betalen. Hij zou niet in de gevangenis hebben gezeten als hij tegen de man op het pleintje had gezegd, jij hebt schuld bij mij? Ik ben net vergeven. Die schuld is net kwijtgescholden, weet je wat? Ik scheld jou die schuld ook kwijt. Even goede vriend. Maar nee, dat had hij niet gedaan. En zo is het natuurlijk ook met vergeven. De Heere God, die heeft ons onze schuld vergeven. We hebben verkeerde dingen gedaan, maar de Heere God heeft gezegd, ik zal je er geen straf voor geven, je hoeft er niet voor te betalen. En zo moeten we dat ook doen bij mensen om ons heen. We moeten niet denken, oh die heeft gelogen, ik zal hem eens eventjes. Of die heeft mij getrapt, nou ik zal hem nog harder trappen. Nee, de Heere God heeft ons vergeven, dus wij moeten elkaar ook vergeven.